Stil allemaal even, jongens. Ali gaat een verhaal vertellen. Ooit vertelde mijn opa mij een verhaal over een wezen dat zo groot was dat zijn vleugels de zon bedekte. Wat was zijn naam ook alweer? Oh, Rok! Ja, Gok. Er was ooit een man genaamd Sabbat die een van Rok's eieren probeerde te stelen. Dit was een van zijn stomste ideeën. Rok zag dat een man een van zijn eieren die 122 schepen groter was probeerde te stelen en had hem op. Men zegt dat vandaag de dag Rok waakt over alle eieren in de wereld. Dus, ik zou me oppassen als ik jullie was, als jullie een ei willen stelen. Nee, we zullen nooit meer eieren stelen. Jongens, het is tijd om te gaan slapen. We moeten morgen weer vroeg opstaan. Jongens, het is tijd om op te staan. Zijn jullie klaar voor jullie eerste jachtervaring? Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ja, we hebben er echt heel veel zin in. We fantaseren al zo lang over onze eerste jacht. Jongens, ik moet jullie wel waarschuwen. We moeten fluisteren, anders jagen we de dieren weg. En zijn jullie er klaar voor? Ja, we hebben echt al zo lang gefantaseerd over onze eerste jacht. En weten jullie al het fantaseer nog steeds wat jullie echt moeten doen? Nee, eigenlijk niet. Jij, Oeroe? Nee. Nou, zolang jullie maar stil zijn. Dat is het belangrijkste. Komt wel goed, jongens. Ik ben niet alleen. Ga weg, anders schiet ik. Je hebt hier niks te maken. Luister, ik... Ga weg, je hebt hier niks te zoeken. Ga weg. Ga alsjeblieft weg.